met de screen. Hoi, superleuk. Jullie kijken naar een nieuwe video. Ik had jullie in de vorige vlog verteld dat er iemand zou komen uit Israël voor de Oorcam. En die is er. Wil je op deel? Do you want... Can I put your own camera too? Yeah, of course, of course. Hi! Hi, en Maaike. Hallo! Hoi! En ik heb nu dus de bril op. Dat kan met elke bril. Dit is de Oorcam. En die zit met magneetjes vast aan mijn bril. En ik heb al wat dingen geleerd en ik vind het echt heel cool. Ja, we gaan nu verder les krijgen. Ik zal gewoon stukjes filmen, ja? Ja, ik vind het echt heel leuk. Oké, super. Go on! Yes. Oké, so now, we can do also, we can activate the device, not only with touch reading, as I showed you before, but also with pressing the device on the side, and it will automatically take a shot. I will show you how to do it. Hey, thank you. Okay, exactly. Hold the page in front of you, and now take your finger, this one, press. The camera takes a photo of all the page. Maybe you can take it a little bit exactly. You need that the page will be in front of you, exactly in front of your nose. Maybe try to imagine that the page is in the center of your nose. Okay, and now you can take the page off because it took a shot. Took the picture of the page and now he's reading out loud. Yeah. You can sit back, relax. I hear that. Hoe gek is dit? Dit is echt heel raar. If you want to stop it, as I show you, you can press on the side, but there is also, you can do a gesture of stop with your hand. Yeah. Exactly. And put it in front of your face, in front of the camera. Yeah. And it stops. Oh, wow. And we also have a lot of other tricks to teach you now. Okay. Okay. Ze gaat een e-mail proberen te lezen. You need to point the camera towards the computer. So try to think that your nose will be exactly in front of the screen. Great. And now you can point at the screen or touch in the sidebar to activate it. Exactly. Now he's telling everything that's on the page. Now you have to use you can then stop another it, computer. With, put it in front of you. Yeah. Yeah. Great. Great. You're doing great. Now, if you're using the activation with the sidebar, it takes a picture of all the page. But now, say you want to read only a certain part of the page. Mm-hmm. Okay, not all of it. Yeah. You can take your finger. Okay. Point it, exactly. Point it towards the screen. You will hear a beeping sound. Look at the screen. Oh. Wow, this is... You need to, most important thing, you need to put your hand exactly this way, not this way, that way. Moet zien, yeah. And leave it. Hou het erop. Yeah, exactly, it's okay. And if he's saying to you, it's in Dutch, but if he's saying to you down. That you need to put your finger down or that he's seeing like a blank spot. Oké, nu een ietsje naar beneden. Naar beneden. Exactly. Exactly. Stop me. That's it. Slowly, slowly. Nice. Amazing. You're doing great.
Amazing. This is so great. Okay, you want to see some other tricks? Yes. Normally we put the milk like this in the fridge, then when it's on front, the then she knows it's milk. When it's turned around, it's yogurt or something like, something different. Yeah. So, but now we don't have to do that anymore. Ah, amazing. Hier zo. So, here is the milk. Je weet niet wat het is. Het is geen milk. Don't say it. It's not milk. Surprise. Probeer het maar. Wacht even. Ja, probeer het eens. Kijk of je het kan. Okay, so, as I showed you before, take your finger and point towards the product. You don't know exactly what it. And move your finger. Weg met je vinger. Okay. But remember to keep your... Remember to keep your head in front of the product. Okay, exactly. Put your finger again. Hand weg. Exactly. Now, it read only the top of the product, okay? So you understand that you need to show the Orcam maybe a little more of the product. You can hold it like a bit lower with your hand. Exactly, move your hand. Exactly, hold it from the back. Great, and point again. Once again. If okay, so now you know it's milk. Mm-hmm. Yeah. Milk in Dutch is milk. Yeah. Yeah. I do business. But we also have a lot of products that you can use and identify by barcode. We first did an activation through touch pointing and reading. Is there you met the aanraken? Yeah, and okay. Now I suggest you can try to do activation with the sidebar, with the activation bar. Okay, so look at the product, exactly, and touch it. Ingrediënten. Yeah, but it's not Dutch. Yes, in German and other. Dus laten we maar stoppen. Met de chocorijs was het wel grappig, jongens, want er staan natuurlijk allemaal talen op en hij zei ik herken het niet en toen ging hij Spaans proberen voor te lezen. Dat was wel heel grappig, maar ik werd tussendoor gebeld. Here you go. This is the book. It's your book. Yeah. And you can open whatever page you want. Great. Hold it in front of the camera, exactly. And if you want to read the whole page, you can use the activation bar. Automatisch van Engels naar Nederlands of van Nederlands naar Engels. Exactly, in front of you. Very good. Oh, oh, oh. Je kan hem naar beneden doen, hè? Oh, ja. Instantly reads text aloud from many. That is great. So it changes the language automatically. Oh, wow. Whoa, that's so nice. But only Dutch and English. But Dutch and English. This device. We have 20 other languages. And you have to upload other languages if you want that or not. In the Netherlands, we usually sell a device which is Dutch English, bilingual Dutch and English, unless someone is asking for a specific other language. Yeah, yeah. She's also learning German. I'm learning German as well. It could be
Yeah, sure, I think we can do that. Yep. Wat hebben we gedaan? Ik heb jou opgeslagen. Je hebt mij opgeslagen. Dan gaan we kijken of je mij herkent. Even kijken hoor, ik doe even. Wil jij filmen? Ja. Ja. Oké. Okay. Even voor je. Oh, ja. Just nee, press it one time. Press it one time. Hij zei gewoon mama, in jouw stem. Nee. Wauw. Dat is echt heel cool. Het is zo cool. Ik ga net weg en het is nu iets van 10 uur of zo, denk ik. Maar ik vond het echt heel erg leuk. En die bril kan zo ontzettend veel. Echt, ik vind het echt heel erg leuk. Echt heel vet. En nou ja, we gaan even uitzoeken hoe en wat, zeg maar, met, hoe heet het? Of dat ik hem... of dat we hem aan gaan schaffen, want dat is natuurlijk best wel duur. En even kijken met verzekering en alles. En gewoon even kijken hoe en wat. Maar ik hoop het echt heel erg. En ik vind het echt heel leuk. En ik heb een vraag aan jullie. Hoe staat bij mij eigenlijk een bril? Want ja, laat in de comments weten hoe jullie een bril bij mij vinden. Want jullie zijn het sowieso niet gewend. Want ik heb nog nooit een bril gehad, volgens mij. Helpt toch niet. Dus, in elk geval, wat vinden jullie ervan? En het zit zeg maar, het kan op elke bril. Want je hebt zeg maar hier 2 magneetjes op het pootje van die bril. En daar kan je dan die USB-ding, ik noem het een soort USB-stick. Ja, het heet eigenlijk de oorcam. Kan je het aan vastmaken. Ja, het lijkt op een USB-stick, dus daarom. Maar daar kan je dus de oorcam aan vastklikken. Net als met opladen werkt dat ook zo. Dus het is helemaal toppie. Nou, ik ben in elk geval helemaal blij ermee. En ik hoop dat ik hem ga krijgen van mijn ouders. Yay! Nou, tot de volgende keer. Doei doei!